Prepper, ja, het was schrikken voor hem nog het meest natuurlijk. Iedereen die eigenlijk wel met hem meeleeft. Dat zag je ook bij Ajax. De reacties daar. Vanuit die ploeg. Hij is er gewoon bij dus. Gelukkig maar niks ernstigs bij hem. En voorin dus geen Van der Water, maar Roending. Letschert nieuw centraal achterin op de plek. Dus van Hatzidiakos. Naast Bruno Martins in die in het centrum. Middenveld is vertrouwd met Mitchieu, Koopmeiners en Dani de Wit. En voorin dus weer Maren Boadou aan de aftrap. Karlsson en Stengs gewoon de vleugelspelers opgesteld door Arne Slot. Het is een beetje leunen voor Slot natuurlijk, want de stoelen hier ook voor de technische staf staan keurig ruim uit elkaar. Ruime meten. Hier ligt ruimte bij Wijndal. Dat is gezien, hij wordt bereikt. Wijndal met de eerste kans op een voorzet. Hij probeert het gewoon zelf en die rebound valt nog voor Boadou. En dat is dan een corner. Maar in de hoek waar Brouwer hem toch ook wel verwacht, neem ik aan. De Wit wint. En Karlsson heeft de bal. Boadou. Goeie actie van Boadou. Mietje. Heel strak. Dan is de aanname van Stengs nog wel knap. Maar hij is dan ook nog eens een keer goed schieten. Met links natuurlijk wel heel veel gevraagd. Goeie aanname dit van Bijleveld. Fraai gedaan. Bakies. Randje buitenspel. Vlag blijft nog omlaag. En hij schiet ruim voorlangs. Vlag alsnog omhoog voor buitenspel. En dan was het alsnog voor de spits wel lekker geweest om die bal er gewoon in te schieten natuurlijk. Uitstekende actie van Bijleveld om deze kans te creëren. En is het buitenspel? Ja, net aan wel. Goed, Bakies schuift hem toch wel vrij ruim nog naast. Doelpunten. Daar is Bakies naar op zoek. Daar is Wormoed naar op zoek. De Wit. Krijgt hij bij Boadou. Ja, dat bij een ploegenoot zou aardig zijn. Maar het wordt zelfs Boadou. Stekende actie van De Wit. Hier is Wijndal. Svensson. Rechtsback daar. Stengs hier. Wel naar de tweede paal. Oh, Boadou helemaal vrij. En wat een schitterende redding van Brouwer. Om de 0-1 te voorkomen. Daar moet Boadou natuurlijk zorgen voor 0-1. Maar is de redding van de keeper ook uitmuntend. En Stengs, ja, daar weten we van dat hij dit kan. Hebben we ook bij het Nederlands elftal gezien. Ook toen leverde een vergelijkbare paas geen doelpunt op. Net geen buitenspel. Hij moet meer in de hoek koppen dan hij hier doet. Maar het is een geweldige reflex. Ja, het is frisjes, dus de extra warme kledij is aangetrokken. Er zijn een soort slaapzakken. Het zal zijn natuurlijk niet. Ja, dat de bedoeling is dat ze een dutje gaan doen. Maar wel zodat iedereen op de bank van AZ warm genoeg heeft. Goed verlengd. Vloed. En Vloed, jongen, wat een wild schot. Vloed ruzie ten aanzien wat na met Bakies. Ik weet niet of Bakies die bal terug had gewild. Ja. Natuurlijk moet Vloed zelf schieten. Dat is de enige die een doelpunt heeft gemaakt bij Heracles dit seizoen van alle spelers op het veld. Nou, lijkt niet meer wat in gesprek met Bakies. Dat was direct na die gemiste kans ook al. Hij reageerde volgens mij op een opmerking van Bakies. Ja, dat zal toch niet zijn geweest dat Bakies die bal terug wilde. Svensson. De La Torre. Bakies. De Wit. Eén echt grote kans voor allebei de ploegen. Kopbalbal wat doe. En nog een kans voor Vloed. Met AZ dat makkelijke voetbal, dat is duidelijk. Maar er is nog niet heel veel mee weten creëren. Misschien nu als Wijndal weer wat ruimte heeft. Dan koopt Meijners kiest zelf voor de voorzet op De Wit. Die legt klaar voor Boadou. En dat is een penalty. Ja, Heracles vindt het uiteraard niks.
Hier zijn paas, die is goed. De Wit doet ook precies wat hij moet doen. En dan is Boadu eerder bij de bal dan Pruppen. En die raakt toch vooral Boadu. En dus is het een penalty. Teun Koopmeiners. En hij mist niet, maar Brouwer heeft hem bijna. Handje eraan, maar de doelman van Heracles komt net te kort om hem er ook echt uit te houden. En Koopmeiners hard genoeg in de hoek om de 1-0 te maken voor AZ. Naar Stenks. Probeert hem ineens door te tikken eigenlijk op Karlsson. Karlsson dan naar Boadu. Nu moet het dan met links doen en dat kan dus ook. Koopmeiners met de assist. En hij verdient de strafschop en maakt de 0-2 terug in de basis. Marwan Boadu. Daar waar de aanname volgens mij niet helemaal was zoals hij had bedacht. Is de afronding natuurlijk uitstekend. Mietje. Wat een ruimte ligt er bij Karlsson. Hij ziet het eigenlijk te laat, Mietje. Herover dan wel weer de bal. Svensson. Stenks. Stenks zelf. Wat is het idee? Ja, Brouwers. Brouwer met een vrije redding. Dan moet nu Boadu uit de draai. Nee. Creëert het zelf. Op het moment dat hij de bal niet meer onder controle heeft, lijkt te hebben, vindt hij hem alsnog. Dan ik een zweef. Goed doorzien door Mietje. Boadu. Gaat hier wat te makkelijk liggen. Rijden de kant op, daar wel iemand van Heracles was. Vloed. Aliata. Burgzorg. Goeie paas, nog steeds geen vlag omhoog. Burgzorg. Op het moment dat hij wil schieten, geraakt. Hij trapt tegen Svensson aan. Ja, dus heeft Svensson pijn en denkt Heracles aan een penalty. Hij tikt de bal weg. Ja, het is absoluut geen penalty. Dus als, je zou zeggen, als er niemand erover trekt, is het van Burgzorg. Maar die kan je echt niet iets verwijten hier. En het is wel einde wedstrijd voor Svensson. Wijndal. De Wit vraagt achter Boadu. Daar valt hij voor Stenks om te schieten. En op de buitenkant van de paal. Zat volgens mij ook nog iemand van Heracles aan. Ik dacht dat hij nog van richting werd veranderd. Dat het dus eigenlijk ook nog een corner had moeten zijn. Kwakliata, ja, die raakt hem wel degelijk. Mede daarom dus geen doelpunt. Maar de buitenkant van de paal. Oh. Mietje, lekkere bal op Stenks dit. Goeie paas. En Stenks. Ja, wat wil die? Zeer actief. En over het algemeen ook gewoon echt heel goed vandaag, Kelvin Stenks. De rendement is er nog niet. Het schot hard voorlangs van Wijndal. Knoester aanvoeren. Rupp heeft behoorlijk de pest in. Ja, uiteindelijk is AZ gewoon sterker. Te goed voor Heracles. Zal hij ook heel blij zijn dat hij gewoon weer op het veld staat. Eén keer een bal die goed valt. En Heracles kan het geloof echt weer terugkrijgen. Bijvoorbeeld bij deze vrije trap van Bijleveld. Dat is zo'n kans. Ja, daar is hij dus. En dan is het Schoofs die scoort. Het is een heel mooi doelpunt. En werkelijk uit het niets doet Heracles weer mee. Dat doet hij toch alleraardigst. En hoeveel pijn gaan die gemiste kansen AZ dan nog doen?
Aboglo. Zoeken naar De Wit. Die krijgt de bal ook. Die drukt af, maar raakt de paal. Tweede keer dat AZ de paal raakt. Nu Dani De Wit. Krijgt die bal met wat mazzel voor de voeten. Dan is de controle goed. Lekker direct naar de stuit genomen. Stenks. Wijndal klaar voor het schot. Kiest voor Aboglo. Die schiet. Moet hem denk ik beter toch terug kunnen leggen. Brouwer. Mietje. Slimme kopbal. Goedmoedson. De Wit. Aboglo. Goedmoedson. En is daar dan de derde? Nee. Brouwer staat weer eens in de weg. Goede aanval natuurlijk dit weer. In combinatie met De Wit, Aboglo en Goedmoedson. Recht op de keeper geschoten. En daar is de 2-1 zegen voor AZ. Dat klinkt eigenlijk een stuk spannender dan het was. Want AZ was veel beter dan Heracles vandaag. En had ook met de ruimere cijfers moeten winnen. Scoorde twee keer vlak voor rust. Jacob Meijners en Boadou. Had daarna in de tweede helft kansen en mogelijkheden op meer. Maar benutte die niet. En door die fraaie, zeer fraaie treffer van Schoops werd het toch nog een klein beetje spannend. Al heeft Heracles veel te weinig afgedwongen, ook daarna nog, om aanspraak te kunnen maken op het punt vandaag.